In deze video ga ik je leren hoe je wortels uit de noemer van een breuk kunt wegwerken. Dat ga ik doen aan de hand van een aantal voorbeelden. Eerste voorbeeld: 5 gedeeld door wortel 3. We vinden het niet zo mooi als er een wortel in de noemer van een breuk staat, dus het is handig als ik dat weggewerkt krijg. Nou, en hoe kan ik dat wegwerken? Door te vermenigvuldigen met 1. En nu zul je waarschijnlijk denken, ja, maar als ik met 1 vermenigvuldig, verandert er niks. Dat is ook precies wat ik wil dat je in je achterhoofd houdt. Ik ga namelijk wel vermenigvuldigen met een speciale 1. En dat is de noemer gedeeld door de noemer. De noemer is hier wortel 3. En wortel 3 gedeeld door wortel 3, dat is gewoon gelijk aan 1. En nu kan ik zeggen, breuk keer breuk, dat is teller keer teller. Gedeeld door noemer keer noemer. En wortel 3 keer wortel 3. Ja, Dat is de wortel van 3 keer 3. En dat is gelijk aan de wortel van 9. En ja, de wortel van 9 is gewoon weer 3. Dus er zijn eigenlijk twee manieren waarop je dit kan aanvliegen. Wortel 3 keer wortel 3. Dat is de wortel van 3 keer 3. Dat is ook een van de rekenregels. Gedeeld door de wortel van 9. En dat is 3. Of je kunt zeggen. Wortel 3 keer wortel 3. Dat is hetzelfde als de wortel van 3 in het kwadraat, want je doet iets met zichzelf vermenigvuldigen. De wortel en het kwadraat heffen elkaar op, dus er komt 3 uit. Nou, wat kan ik nu doen? Nu kan ik hier toevoegen keer 1, en dan ga ik er weer twee aparte breuken van maken. Namelijk de breuk 5 derde, en de breuk wortel 3 gedeeld door 1. Maar dat is wortel 3. Dus dit kan ik schrijven als 5 derde wortel 3, of als je de hele nog uit de breuk wil halen, 1 2 derde wortel 3. En je ziet... Dat ik op deze manier de wortel uit de noemer heb weggewerkt. Nou, dat kunnen we ook in het algemeen doen. A gedeeld door wortel B. Dan kan ik altijd zeggen: dan vermenigvuldig ik met wortel B gedeeld door wortel B. Dan doe ik altijd teller keer teller. Dat wordt A wortel B. En noemer keer noemer, wortel b keer wortel b, ja dat is wortel b in het kwadraat, dus dan hou ik weer alleen maar die b over. En soortgelijk als net kan ik nu keer 1 toevoegen. Dan kan ik zeggen, daar maak ik van a gedeeld door b, en wortel b gedeeld door 1, dat is wortel b. Als je deze formule uit je hoofd kent, dan kun je het wat sneller doen. Een voorbeeld, stel je hebt 7 gedeeld door de wortel van 11 en je kent de rekenregel uit het hoofd, dan weet je nu dat dat 7-11-de wortel 11 wordt. Want je ziet a gedeeld door wortel b. Wat krijgt dan altijd a gedeeld door b? Dus in dit geval 7 gedeeld door 11. Keer de wortel van wat b is, en dat is 11. Hoef je niet uit je hoofd te kennen. Maar mocht je dat wel kennen, dan kan je dat wat tijd schelen. Nou, dan volgen er nog twee opgaves. Want wat als er nu niet alleen een wortel in de noemer staat, maar er staat ook nog een losse term bij? Zoals bijvoorbeeld hier 7 gedeeld door 1 plus wortel 3. Nu is het niet voldoende om te vermenigvuldigen met wortel 3 gedeeld door wortel 3, want dat gaat niet mooi tegen elkaar wegvallen. Maar nu komt er een andere. Ik kan ook weer vermenigvuldigen met 1 en we noemen dit de geconjungeerde van de noemer. En dat wil eigenlijk zeggen, ik neem de noemer over die daar staat, dat is 1 plus wortel 3, en ik verander het teken. Het plus teken verander ik dus in een min teken. En als hier een min teken had gestaan, had ik juist met een plus teken gewerkt. Nou, waarom? Omdat ik dan handig gebruik kan maken van een merkwaardig product. Als ik dat hier even namelijk opschrijf, stel ik heb a plus b. Keer A-B. Dat is dus een veralgemenisering van wat we hier hebben, want je hebt eigenlijk twee keer hetzelfde en het enige verschil dat is bij de ene staat een plus en bij de andere staat een min. Als ik hier de haakjes wegwerk, en kijk daarvoor gerust mijn video's over haakjes wegwerken en merkwaardige producten als je dit wat lastiger vindt om te volgen. Dat betekent dat ik hier deze twee vermenigvuldigingen doe en die twee vermenigvuldigingen doe a keer a dat is a kwadraat, a keer min b dat is min ab, en b keer a dat is plus ab, en plus b keer min b dat is min b kwadraat. En nu wil ik dat je focus op deze twee termen, want die zijn gelijksoortig. Hier staat namelijk geen exponent, dus bij beide staat een 1, en dat zagen we in de vorige video, ja, dan mag ik ze bij elkaar optellen. Dus eigenlijk is dat min 1 plus 1 bij elkaar optellen, dat is 0 keer ab. Maar 0 keer ab, ja, iets keer 0 is altijd 0, dus dat valt netjes tegen elkaar weg. En daar kunnen we heel handig gebruik van maken dadelijk. Ik hou hier dus over a kwadraat min b kwadraat. Ik ga nu hier terug naar de opgave en ik krijg nu teller keer teller. Als een van die factoren zoals hier uit meerdere termen bestaat, zet het altijd tussen haakjes. Want je wil eerst weten wat is 1 min wortel 3. En daarna wil je dat pas keer 7 doen. Dus ik moet hier de rekenvolgorde manipuleren. En in de noemer krijg je 1 plus wortel 3 keer 1 min wortel 3. En hier ga ik gebruik maken van het merkwaardig product. De teller ga ik. Uitwerken door gewoon de haakjes weg te werken. 7 keer 1 is 7. En 7 keer min wortel 3, dat is min 7 wortel 3. En hier ga ik zeggen, 1 keer 1 dat is 1. 1 keer min wortel 3, dat is min wortel 3. Maar wortel 3 keer 1 is plus wortel 3. Die vallen net zoals dat ik net had uitgewerkt, tegen elkaar weg. Dus wat hou ik over? Plus wortel 3 keer min wortel 3. Dus ik schrijf alvast een min teken op. En wortel 3 keer wortel 3, dat is gewoon gelijk aan 3. Dus waar kom ik op uit? 7 min 7 wortel 3 gedeeld door min 2. Nou, waar is dit nu gelijk aan? Als ik een breuk heb en de teller bestaat uit meerdere termen, dan komt het eigenlijk voort uit twee aparte breuken. Kijk maar dadelijk dat het klopt. Als ik 7 door de noemer deel en min 7 wortel 3 door de noemer deel, dan klopt dat. Ik laat het minnetje even hier staan en hier een plus, want dan vallen deze minnetjes stel wat handiger tegen elkaar weg. Kijk maar dat je van 7 gedeeld door min 2 plus min 7 over 3 gedeeld door min 2 naar de rij daarboven mag gaan. Dit zijn twee breuken die gelijknamig zijn. Dan mag ik de tellers bij elkaar optellen. En ook hier geldt, dit is dus ook weer een rekenregel die je andersom moet kunnen toepassen. 7 gedeeld door min 2 is min 3,5. En omdat de rechterterm positief is, ga ik die vooraan zetten. Want, min 7 wortel 3 gedeeld door min 2, dat is 3,5. En de wortel 3, die plak ik dan erachter. En 7 gedeeld door min 2, dat zei ik net al, dat is min 3,5. Dus je ziet dat het ook in dit geval lukt om de wortel uit de noemer weg te werken. Nou, ook hier kunnen we proberen een algemeen stappenplan af te leiden. Dat is dus het vierde wat ik wil doen. A gedeeld door B plus wortel C. Stel je hebt deze vorm. Dat is dus de vorm die we net hadden. Je hebt een wortel in de noemer staan en daar staat nog een losse term bij. Dan zou je soortgelijk als net kunnen zeggen: Ik ga vermenigvuldigen met de geconjungeerde. Dat betekent dat ik de plus vervang door een min. En dat ik dat door zichzelf deel. En dan ga ik soortgelijk als net de haakjes. Uh, Excuses, dus er staan nu geen haakjes, maar ik ga breuk keer breuk, ga ik teller keer teller doen gedeeld door noemer keer noemer. Dus je krijgt a keer haakje openen b min wortel c gedeeld door b keer b. Dat is b kwadraat. De tussenliggende termen vallen weg en wortel c keer min wortel c. Dat wordt min c. Goed opletten dat dat niet c kwadraat wordt hier, want je krijgt wortel c keer wortel c. Dat is gewoon c. Het heeft echter weinig zin om dit te gaan doen, want we kunnen nu die b-kwadraat en die c niet van elkaar afhalen. Ik kan dit dus niet herleiden tot een wat mooiere vorm, en dan heeft het in mijn ogen weinig zin om dit uit je hoofd te gaan leren. Dan is het minder werk om gewoon het stappenplan steeds opnieuw toe te passen. Hopelijk heb je iets gehad aan deze uitleg, en weet je nu wat beter hoe je wortels uit de noemer van een breuk kunt wegwerken. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte. Van de laatste video's.